Ik ben bij jullie terechtgekomen doordat ik een training ging doen in biomechanica. Op het einde van die cursus toen kwam jij langs om ons het een en het ander uit te leggen over het lichaam, maar dan een ander perspectief dan wat zij deden. Dat ging over licht, magnetisme, water, ons hormoonhuishouden. Toen zag ik de link daar nog niet helemaal mee, met hoe dat allemaal op elkaar aansloot. Tot een jaar, anderhalf later toen wel. En toen heb ik jullie zelf gevonden op social media natuurlijk. Klachten waar ik van af wilde en de doelen die ik voor mezelf had, dat was vooral dat ik van mijn concentratie-issues zeg maar af wilde. Ik had gewoon een beetje moeite om me te concentreren soms. Ik verloor vaak mijn train of thought en ja, dat is gewoon niet heel erg chill natuurlijk. Dus daar wilde ik sowieso vanaf. Ik sliep heel erg slecht. Ik viel soms echt uren nadat ik in bed was gegaan, viel ik pas in slaap. Ja, dat maakt me gewoon onrustig gedurende de dag. Daar wilde ik heel graag vanaf komen en ja, dat is allemaal zeker gelukt. Wat is er veranderd en wat is er nog steeds aan het veranderen? Mijn concentratie wordt steeds scherper weer. Ik val weer normaal in slaap. Echt gewoon consistent, maakt uit hoe laat ik naar bed ga. Ik ben in principe gewoon in een kwartier in slaap. En het is ook weer makkelijker om vroeg wakker te worden, wat ook een hele goede is. Het grootste inzicht dat ik heb meegekregen tijdens het behandeltraject is dat de natuur eigenlijk bijna alle oplossingen heeft voor alle problemen die we ongeveer hebben. Ja, de natuur is een hele belangrijke heler voor ons. Dat is een van de meest pertinente inzichten die hiermee is meegekomen. De natuurlijke oplossingen zijn zeg maar superieur aan al onze technologische, geloof ik zelf. Ik zou jullie zeker aanbevelen bij anderen en dat doe ik ook met heel veel plezier.